Hey, beste YouTube-vrienden. Ik heb weer dienst. En niet één dagje, nee, twee dagen is achter elkaar. En het is een thuisdienst vandaag. Dus ik heb wel lekker mijn vrijheid. Ik kan even naar de winkel. Ik kan, een stukje wandelen bijvoorbeeld. Maar ik moet wel bereikbaar zijn. We hebben net een meerkoetje opgehaald. Die is waarschijnlijk door een kat aangevallen, zo het leek. Die hebben we naar de vogelopvang gebracht. Daarna kregen we, toen we de vogelopvang wegreden, kregen we een melding van een aangereden kat. Toen dat meldster belde, was hij eigenlijk al overleden. Die hebben we opgehaald en die gaan we nu zometeen controleren op de zaak, kenmerken. En dan komt hij op de dierenambulance Facebook-site om te proberen de eigenaar weer terug te vinden.
Spirit een melding gehad van een aangereden ree. Toen dat we daar aankwamen was de meldster eigenlijk alweer weg. Die moest heel nodig naar de wc nadat we gebeld hadden. We hebben zelf nog even gezocht, maar helaas de ree niet meer aangetroffen. Het is nu net 's nachts 2:15 geweest en ik heb net een aangereden ree opgehaald. Ik heb nu Jordi hier bij me en wij gaan nu even beoordelen van wat de eindbestemming wordt van de ree. Kunnen we hem nog helpen of moeten we hem helaas in laten slapen? De ree in te laten slapen. Hij had zoveel botbreuken door de aanrijding dat ze eigenlijk niet meer voor herstel door kon. Dus we hebben hem in laten slapen in een dierenziekenhuis hier in Drachten. We zijn nu weer even aan de tank. We gaan zo de ree nog even wegbrengen. Daar gaat de gemeente nu verder over. Namens Rodi, bedankt voor het kijken. Ik ga hem scheren en hier moet het haar er ook maar weer af. Wordt er al veel te lang. Vergeet niet te abonneren en het blauwe duimpje omhoog te doen voor meer video's.